Journey en Jeffrey zijn vanaf het begin een krachtig koppel, waarbij op de bruiloft al ongekende gevoelens opborrelden. Hun kinderen klikten meteen, en tijdens de huwelijksreis gingen meer gebeuren dan alleen gesprekken. Het samenwonen verloopt zo natuurlijk dat het lijkt alsof het nooit anders is geweest. Vorige week bracht Jeffrey een bezoek aan Journey, waarbij hij het huis inspecteerde en zelfs de kat rustig rondliep. De kinderen reageerden enthousiast op hun potentiële nieuwe bonusvader en wilden meteen samengamen. Journey voelde zich gerust om ze even alleen te laten, wetende dat alles goed zat. Tijdens een gezellige pizzaavond lijkt het alsof ze al een hecht gezin zijn. De jongste zoon van Journey zoekt graag het gezelschap van Jeffrey op. Bij het koppelsdiner stralen ze als enige hand in hand binnen en ze geven hun huwelijk hoge cijfers, een 8 voor Jeffrey en zelfs een 9,5 voor Journey. Jeffrey onthult echter een dieper gevoel dat hij nog nooit eerder heeft ervaren. Hoewel het lijkt alsof alles perfect is, Geeft hij geen negen aan Journey omdat er nog geen verliefdheid is. Ondanks zijn opmerking lijkt er hoop te zijn, aangezien hij aangeeft wel tegen verliefdheid aan te zitten. Journey lijkt niet geschokt, maar het blijkt dat ze deze diepere gevoelens nog niet samen hebben besproken, ondanks alle andere gesprekken die ze hebben gehad.